1982 ben ik toen geweest voor Waag, in Begebels. Via een kennis. Die zei, kom maar naar Gebels, daar zoeken ze mensen. En toen ben ik toen nog naartoe gegaan. En toen moest ik een chauffeur hebben, toen ben ik vrachtwagenchauffeur geworden. En bij Gebels werken, ja, dat is een hobby. Dat is eigenlijk een hobby. Vond ik heel geer. Ik denk niet dat ik dus in een dag heb gehad dat ik tegen mijn zin ben geweest. Echt niet. Ik ben een dag en nacht geweest vroeger. Ik heb er gewerkt, dat moet niet uit. Het was echt chic en de mensen waardeerden dat ook. Dat vond ik geweldig. Echt waar. Maar dat was... Ik kon er niets genoeg van krijgen. Ik had gepland voor die zondag om te hakselen. Het is morgens opgestaan en 8 uur en aan het regenen. En ik dacht, oh nee, ik ga niet werken vandaag. En toen, ja, 9:30 was het 3. Ik dacht, oh, dan ga ik nog hakselen. Dat moet ik toch doen. En toen heb ik het gedaan, opgeladen, regenpakt met en ben gaan hakselen. En toen moest ik alleen daar gaan hakselen. En dat was hier wel hele berghout. En dat was om oud hout. En doordat het oud uit was met de hakselen, verstopte de hakselaar in schraag. Dan moest ik de tracteur stilzetten, open schuiven, zeven maken, tegen de gang. En dan had ik die dag 3 keer aan de hand gehad. En toen had ik gedaan, dacht ik. Toen wou ik naar huis rijden en zag ochtendlicht nog in een hoopje. Ik denk, nu hoop ik dat het nu verstopt. En ik zat aan dat hoopje en ik begin te hakselen, onmiddellijk verstopt. En toen heb ik de tractor de gas stilgezet. En toen ben ik dat ding beginnen open te schroeven. Met gevolg dat die tractor nog aan de gang stond. En ik had de koptelefoon met de waaide wel heel hard. En ik wilde naar huis. En ik dacht, ik ben oh. En toen sta ik mijn hand als u in. Pak zuur naar de machine. En dan heb ik. Ik dacht de tractor in de bos rijden, want mijn kinderen moeten die komen halen. Die gaan dat niet vinden. Dus ik heb uit de bos gereden. Door mijn Jeep naar omhoog, de rampen erin geduwd. Dan ben ik zo'n 6 kilometer naar huis gereden. Dan kwamen we hier op de grote wijgen, want mijn zoon reist juist via de wijgen uit. En toen kwamen een paar van links af. En toen begon hij eigenlijk een dag gezegd en verder gereden. Maar toen eigenlijk een achteruitkijkspiegel zagen we eigenlijk dat de paar niet opreed richting thuis. En toen vonden we dat vreemd en toen zijn we teruggedraaid. Ik zag pa zijn handen omhoog steken eigenlijk met zijn spuit overal. Dus eigenlijk zag je niks. Maar je wist dat er eigenlijk nog een lengte van een hand weg was. Dus ik is de hand kwijt en ik liep zo hard als ik kon uit in auto. Tot bij hem. En toen heb ik hem op mijn stoel gezet en toen een ambulance gebeld. Ik had niks pijn, totaal niks. Nooit gehad. En toen zat ik zo in de ambulance en ik zei, ja, wil die vertrekken? Ik zeg, ja, ja. Ik zeg, wil je in het Gebels bellen? Ik zeg, hier is mijn nummer van mijn chef. Ik zeg, want ja, mij stond je op de werf en ik kan geen materiaal brengen. Jongen, niet is die van Tupac. Ja, jawel, jawel. En ik bleef me zeuren in het Gebels. Jongen, niet. En je moet me mijn chef verwittigen. Niet, niet. En jongen, ga je dat met een berichtje? Oh ja, zeg ik, dat is me goed. En toen hadden ze hier thuis al gezegd dat ambulance voor een stuk uit bij die haksel te halen van mijn vinger. Ze gingen ze gaan halen, de kinderen. Toen heb ik me ook gejaagd om in de auto te komen, zo gezegd, om toch naar onze pa te rijden. En toen ben ik beginnen na te denken. Maar het eerste wat in mijn hoofd bleef hangen is, voor hetzelfde geld was hem doodgebloed of zo. En toen kwamen ze naar Leuven. Aan de kinderen hadden ze stopgoed uit de diepjes gepakt en dan hadden ze die in een zak en daar zaten mijn vingers tussen. En dan zegt hij die kinderen, ik zeg, giet die vinger weg en maak dat die grind, dus ze gaan mee in de diepjes komen, want ik wil nog een sop van maken, zeg ik. S'morgens werk, dat was een heel zwarte dag. Ik wist echt niet hoe het met me verder moest, ik zag het echt niet zitten. Ik heb echt gedacht dat ik dat machine mijn hiel opgeten. We hebben die dag meegemaakt dat hij zo in de put zat, dat hij dat niet zag zitten. Dat hij zei, kijk nu eens naar dat stuk. Hè. Dat is heel gedrocht. En toen hebben we eigenlijk gezegd, pa, kijk, bekijk het positief. Hè. Hetgeen wat je niet meer gaat kunnen, dat moet je niet bij nadenken. Je moet denken wat je wel nog gaat kunnen. Dus hij had eigenlijk al een paar centimeter geluk gehad. Eigenlijk, hè. Dus was het verder geweest, had hij niks meer kunnen. Hè. Was hij nog niet meer thuis geraakt. Hè. Hela. Ja, nee. Ja, dat het eerste wat ik tegen onze pa zei, ik zeg, jong,
Jij gaat alles doen wat dat je aan het doen waard. Dat gaat je terug kunnen. Daar ben ik heel zeker van. En dat heeft tijd nodig. Maar je gaat dat gewoon terug kunnen doen. En had ik jou een mail kunnen Gijbels gedaan van mijn zoon brengt de camion terug naar Gijbels. Met de gedachte dat ik er niets meer met kan kunnen rijden. Maar dat ik alles aan kan doen dat ik dat wel kan kennen. En binnen een kwartier krijg ik telefoon van Matti Gijbels. Van jongen, als jij dat wilt, we willen dat uigen, we willen alles voor u doen, voor u terug. Je hebt 37 jaar voor ons klaargestaan, nu is het aan ons. En dat vond ik zo geweldig van mijn baas, dat hij dat zei. Het is dan nog niet voor mij te wereld terug, Juppe. Voor mij was toen mijn hand een bijzaak. En dan een dag of vier was Matti Gijbels kwam hem zelf aan. En hij is heel veel met die bij me geweest. En ja, een goede knuffel gehad van hem. Hij heeft me goed gedaan. Die mensen hebben me echt het licht uit de aandoen. Maar dat heeft mij wel gepakt toen ik dat hoorde. Dat onze pa vertelde, hey, Matti heeft mij gebeld en ze gaan stappen ondernemen al direct. En ze willen alles doen om mij toch wel op die camion te houden en te krijgen. En dan ging er toch wel een rilling door mijn lijf. En toen, na dat bezoek, heeft onze pa eigenlijk zich helemaal terug opgeleefd, moet ik zeggen. Ja, ik wilde van niemand afhankelijk zijn en ik had heel veel vrije tijd. Dus inderdaad wilde ik alles zelf doen, maar alles kon niet. Ik was eigenlijk toch wel afhankelijk, maar ik heb veel dingen zo uitgedokterd en gedacht hoe moet ik dat oplossen, dat oplossen. Ik denk, woensdags ben ik wakker geworden, 1:30 s'nachts. Ik heb het gevonden. En ik in mijn t-shirt en mijn onderbroek, garage in, een plastieke fles gepakt en dat pas is juist. Dat was het. Ik was vertrokken. En wat ik hiervan gedaan heb, is naar doe-het-zelf winkels geweest en rond geneuzen. Maar kijk eens hier, dat kan ik tover maken. Dat kan ik tover gebruiken. En dan kan ik eventueel zo oppoetsen. En na een maand of anderhalve maand, dan bellen ze me van Pellenberg. Kijk, als je wilt, kind, je komt voor de prothese, dat is een plaats vrij. En toen ben ik voor de prothese gaan oefenen en zo. Dan heb ik een paar moeten testen, met het gevolg dat er waren 3 weken moest ik doorblijven. Maar dat was zo een opgave voor mij, weer naar naartoe te gaan, zonder service. Ik vond het zo erg dat ik terug naar door moest. Daarvoor was ik zo blij. Maar nu was ik zo graag thuis en ik vond het zo erg dat ik echt zonder s'avonds denk weende. Ik ben naar dood te gaan. Zie ik hem? Ja. Het ging niet vooruit hoor. Ik kon geen hele dag oefenen daarmee. Dat ging niet. Het was dus 5 minuten oefenen en dan moesten ze wachten. Ja, en het is nu 4 maanden geleden. En ik kijk er echt naar uit voor terug gewoon te werken. Ja, ik kijk er naar uit, ja, terug te beginnen. Ja. We vregen op de stomme van de mij en huik. 5:30 de wekker zo, je bent terug aan het oefenen weer. Ik heb al nog wat, mich wel terug nodig aan het geslopen, maar gewoon dat ik toch zeker ben dat ik wakker ga weer. Ja. Dus ik moet weer 2 wekker zetten, woensdag denk ik. Gisteravond om 4 uur gaan slapen en ik keek er naar uit van de morgen om 4 uur op te staan, na 4 maanden thuis te zijn. En vooral zo dat ik mijn collega's nog eens terug zie voor eens mee te babbelen. Ja, daar keek ik echt naar uit, ja. Dat hoor ik weer graag. Hè. Dat is mijn geluid, hè. Nee? Dat is mijn geluid, ja. Het is een aanpassing met die hand. Ik moet echt veel alerter zijn. Ik kan me ook niks permitteren, zo je weer te pritsen of zo. Maar als je nog wel zitten en vooral met die bol doet, dat is niet zo slecht. Eigenlijk voor mij ga ik nu een betere chauffeur zijn dan de vier.
Ja, toen het echt met haar zien. Dat is mijn zielke. Dat is mijn zielke. Elke keer als we elkaar zien, dan is het van... Oh, zo'n keer. Een vader en zoon. Ja. Ik vind het een heel straf manneke, eigenlijk gezegd. Ook waarom hij zijn attributen maakt voor toch maar bezig te blijven. En op die korte termijn, dat hij dat verwezenlijkt heeft, dat vind ik echt top. Ja, ik wil perfect hetzelfde gaan doen dan wat ik gedaan heb. Misschien een beetje trager en een beetje anders, maar ik wil eigenlijk gegevens veiliger willen bedienen, gelijk vroeger. Maar het zal misschien iets langer gaan duren, denk ik, en iets anders. En misschien een beetje meer hulp vragen van de collega's, maar dat is niet zo waar. Het is er allemaal nu aan, na 4 maanden. Hé? Hey? Maar je ziet er wel goed uit. Ja? Dat is het ogenblik. Hij is dikker geworden. Maar ja, hij heeft ook lang thuis gezeten. Hij heeft niks gedaan. Ja, niks gedaan? Ja, pas op. Beetje gehobbyd. Je bent trotser geworden. Nee, dat had ik echt niet verwacht dat ik nog goed zou kunnen kamion rijden. Maar dankzij mijn baas dat ik de mogelijkheid heb gehad. Hier, dat hij de kamion weer aanpassen en zo. En dat ze geweldig achter me gestaan hebben. Ik ben een heel contente en gelukkige mens. Ja, ik ben heel gelukkig. Ja. Heel gelukkig ben ik, ja. Echt hoor.